Maandag neemt de Nederlandse elftal het op tegen Senegal. Waarschijnlijk zijn jullie niet zo gek geweest om 90 minuten te gaan kijken van de laatste oefenwedstrijden van Senegal tegen Iran en tegen Bolivia. Ik heb dat wel gedaan, net als alle kwalificatiewedstrijden daarvoor en de wedstrijden in de strijd om de Afrika Cup. En om jullie dat leed te besparen, vat ik in deze video kort samen wat jullie tactisch kunnen verwachten van Senegal. En dit is de opstelling die we ongeveer kunnen verwachten van Senegal zonder de waarschijnlijk afwezige Sadio Mané. Senegalese media verwachten dat hij vervangen wordt door Diatta, rechtsbuiten van AS Monaco, waardoor Sar, die normaal gesproken rechtsbuiten speelt, maar bij Watford ook wel eens aan de linkerkant speelt, linksbuiten terechtkomt in de 4-3 formatie die de bondscoach van Senegal in de meeste gevallen hanteert. Dus dit is de opstelling die we kunnen verwachten van Senegal. Ja, en hoe gaat het eruit zien ten opzichte van het Nederlands elftal? Krijg je ongeveer deze formatie te zien tegelijkertijd. Dit ziet er natuurlijk een beetje statisch uit. Dus het wordt tijd om richting het tactiekbord te gaan. Om jullie uit te leggen ja, wat er gaat gebeuren bij balbezit van Senegal. En bij balbezit van de Nederlandse elftal. Wat kunnen we tactisch verwachten bij Nederland tegen Senegal? We zien hier oranje in het oranje-rood. Senegal in dit geval in het blauw. Senegal start vanuit de 4-3-3. Nederland vanuit 3-4-1-2 of 1-3-4-1-2 zoals Louis van Gaal het zegt. En tactisch zijn er twee dingen die we wel echt kunnen verwachten en die interessant zijn om op te letten. Het eerste is de opbouw van Senegal. Dan starten ze vanuit een 4-3-3. Maar dat is niet wat we in de meeste gevallen gaan zien bij Senegal. Want wat doet Senegal? Vaak gaan de beide centrale verdedigers, dit is Diallo, dit is Koulibaly, gaan wat breder staan. Dan kunnen de backs wat opschuiven. En wat je dan vaak ziet is dat één van de middenvelders van Senegal, vaak is dat Mandi, de controleur die er tussenuit zakt. In sommige gevallen is het ook Ghana Gueye, die linksmid speelt, die hier links eruit zakt. En dan komen ze op deze manier in een driemans opbouw terecht. Maar één van die middenvelders die gaat uitzakken in de opbouw bij Senegal. En dan komt Senegal dus eigenlijk ja, in een formatie terecht die redelijk lijkt op de Nederlandse formatie, waar normaal gesproken dan de sleutelrol is weggelegd voor Mané. Want ze hebben dan eigenlijk, omdat één van de middenvelders is uitgezakt, komen ze hier een mannetje tekort op het middenveld. En meestal was er dan Mané die hier eigenlijk het middenveld weer kwam versterken, waardoor dit de aanvallende veldbezetting werd van Senegal. Nou ja, Mané die gaat niet spelen, dus het is een beetje de vraag, ja, hoe gaan ze dat dan invullen? Omdat ze niet echt vleugelspitsen hebben die dat op die manier kunnen invullen. Wat gaat voor het Nederlands elftal heel erg van belang zijn? Dat is wat Louis van Gaal doordekken noemt. En dat gaat vooral aan die zijkanten belangrijk zijn. Koulibaly geeft vaak de opbouwvorm. Dan gaan die backs enigszins positie innemen, zodat de backs van Nederland keuzes moeten gaan maken vanuit de vleugelspits. Wanneer gaan we door? Dus dit wordt een cruciaal element voor Nederland in het verdedigen, dat Daley Blind. En dan moet de rest van de lijn moet hier eigenlijk doorschakelen. Of aan de andere kant met Denzel Dumfries, als die bal richting de back voert, dat dan de back van Nederland moet doordekken en dan de rest van de laatste lijn moet eigenlijk meeschuiven. En dat gaat een cruciaal aspect worden om die opbouw van Senegal te kunnen gaan ontregelen. Nou, dan naar balbezit van een Nederlands elftal. Wat kunnen we op dat moment verwachten? Dan zetten we even Senegal terug in de defensieve uitgangsformatie. En dat is in principe bij Senegal dus dat het start vanuit die 4-3-3 die Senegal hanteert. Alleen wat we altijd zagen op het moment dat Senegal speelde met Sadio Mané, werd dat net op een iets andere manier ingericht. Dus dan begint het wel vanuit 4-3-3 in het verdedigen. Maar dan zag je dat Senegal eigenlijk continu schakelde in het verdedigen richting een 4-4-2-formatie. Wat er dan gebeurde was dat Mané kwam naast de spitsen spelen. Komen twee aanvallers over. Dan had je de linker middenvelder Ghana Gueye ging helemaal naar links uitzakken om die ruimte die Mané hier achterliet, om die op te vullen. Komt die ernaast te spelen? Nou, stel dat Senegal besluit ook zonder Mané het om op deze manier in te vullen, dan ga je bij Nederlands elftal zien dat er een cruciale rol is weggelegd voor deze speler, dus de nummer 10 van de Nederlandse elftal. Nou, dat zou Berghuis kunnen zijn, dat zou Gakpo kunnen zijn, dat zou Klaassen kunnen zijn. Maar wat je ziet is dat Senegal probeert druk te zetten. Deze twee zijn behoorlijk agressief in dat druk zetten, Mandi en Kouyaté. Dus die gaan op een gegeven moment doordekken op ja, wat hier waarschijnlijk
Frenkie de Jong en Steven Berghuis gaan zijn. Dus dan gaan ze doordekken en dan komt hier tussen die linies komt heel veel ruimte als Nederland dat goed uitvoert voor de nummer 10 om vrij te komen hier. En dan ja, kun je als die backs doorgaan achter de buitenste middenvelders van Senegal kun je hier eigenlijk in 5 tegen 4 situaties terechtkomen tegen Senegal. En nou, Louis van Gaal wilde niet zeggen wat hij op de beelden gezien had van Senegal. Maar dit lijkt me inderdaad een aspect wat hij interessant kan vinden. Het enige is dat het zo zou kunnen zijn dat omdat Mané er niet bij is, Senegal zijn formatie defensief wat aanpast. En dan blijft Mandi gewoon spelen hier als controlerende middenvelder. Dan kan Ghana op het middenveld blijven. En dan gaan gewoon de beide buitenspelers helemaal mee terug. En als Senegal het op die manier invult, dan zou het defensief misschien iets wat stabieler staan bij Senegal. In dat geval worden de andere rollen belangrijker voor Nederlands elftal. Dus dan gaat het eigenlijk met name over Jurrien Timber en over Nathan Aké. Want dat zijn dan in principe de vrije mensen in de opbouw. En dan is het zaak dat die indribbelen net zolang totdat uiteindelijk die buitenste middenvelder slash buitenspeler van Senegal op hen doorstapt. En dan komt de ruimte in hun rug vrij en heb je hier weer in dit geval een 5 tegen 5 situatie. Dus afhankelijk van wat Senegal doet, ja, gaat één van die twee dingen belangrijk worden. Of de positie van de nummer 10, bijvoorbeeld Cody Gakpo, dat die helemaal vrij kan komen. Of de rol van Aké en Jurrien Timber, die gaan we dan heel veel aan de bal zien. En die moeten dan indribbelen, deze speler tot keuzes dwingen om dan vervolgens daarachter spelers vrij te gaan krijgen. Dus dit worden de tactische aspecten ja, die belangrijk worden tijdens Nederland-Senegal. En we kunnen met de bondscoach van Louis van Gaal wel aannemen dat hij ja, hier de spelers op gewezen heeft. En dat dit het aspect is hoe Nederland uiteindelijk kan gaan winnen van Senegal. Deze lijn lokken, hier ruimte creëren en dan hier je creatieve spelers aan de bal krijgen. En dus zowel in het verdedigen als in het aanvallen liggen de cruciale rollen voor Daley Blind en Denzel Dumfries. Als die het goed invullen, dan gaat Nederland gewoon winnen van Senegal. Ben je nou geïnteresseerd geraakt in Senegal en wil je nog meer over hem weten? Dan heb ik op VE Pro een fantastische WK-deal voor jou.